De Slam School Awards. Daar zijn we dan, het Santa Maria in Haarlem. Wij als jury zitten lekker in onze bus. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik al iedereen in het wit. Zijn we ballonnen opgehangen. Hi, Slam FM. Ivo, pak je decibel meter, dan gaan we. Maar we hebben Michael Willem hebben vandaag. Ook goed. Here we go. Wauw, een taart met het logo erop. Vertel eens wat, jullie hebben de taart zelf gebakken. Nou, iemand, moeder van een leerling wou helpen. Yeah. En we hebben gewoon, ja, het is niet zo gezond. Maar we wouden gewoon iedereen wil helpen, dus Ja, jullie hebben je echt fantastisch ingezet. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal te zien krijgen. Het Santa Maria in Haarlem. Ik zie trouwens ook allemaal bordjes. Hi, ik ben een docent. Hi, ik ben de rector. Hi, ik ben leerling. Maar mag ik ook even laten zien wat hier aan de muur hangt? Heb je het gezien? Het is een tekening van Ivo van Breukelen. Met We Love Ivo ernaast, hè? Wauw. Mooi toch dit? Ik heb les van u gehad. Weet je ook weer? Michael Blijleven. Dat is de hele tijd terug. Leiden. Kom jij gewoon een oude leraar tegen? Dit is mijn oude leraar, ja. Niet de oude leraar, gewoon een... Voor mij. Welk vak geeft u? Ja. Aardrijkskunde geef ik. Maar ook een beetje muziek heb ik het idee. Dat doe ik af en toe. Ontzettend bedankt voor de trommelshow hier. In dit scheikundelokaal gebeurt er echt van alles. Ik zag net een raket ontploffen. Hier gebeurt iets met rook / stoom. Een experiment met gas wat in de fik vloog. Er gaat straks hier een bootje varen. Door middel van vuur en stoom. Nou, de boot begint langzaam in beweging te komen. Ja. En ondertussen komt er ook allemaal vuur vanaf. Laten we hopen dat jullie... Oh ja, daar gaan we. Een vlammende boot, hè? Ja, die boot is echt on fire inderdaad. Ja. Het is wel de week van de confetti, hè? Wat een ontzettend groot feestje. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja, ik moet echt even omschrijven wat hier gebeurt. We zitten in de aula. Overal leerlingen, overal is wat te zien. Toeters, bellen, confetti, explosies. Dit is niet normaal. Helemaal te gek. DJ wordt, hey jury, kijk eens hoe het Santa gaat. Ja, dat heb ik leuk gevonden. Ze hebben dus een kabel door de aula heen getrokken en daar hangt iemand aan. En die gaat nu vanaf de eerste verdieping abseilen naar beneden. Nee, even serieus. Woe! Zo, een echte hunk. Wat een knappertje hier allemaal op school. De babe van het Santa Maria mag je wel weten. Wow. Ja, de hunk en de babe, dat zijn wel prachtplaatjes. De leukste leraar wordt er een beetje emotioneel van. Ja, dat is toch dat gevoel, hè? Dat gevoel wat die kinderen allemaal uitdragen. Dat gevoel heb ik ook als ik er naar kijk. Dat is helemaal... Maar zo lief, hij laat bijna een traantje gewoon. Daar komt ze, de leukste lerares van het Santa. Krijgt ook net als alle andere winnaars een... Zo'n sjerp, hè? Ja, sjerp krijgt ze om. En de leukste conciërge komt gewoon trommelend het podium op. En dan krijgt hij hem zijn sjerp voor leukste conciërge. We gaan eens even proberen door die geluidsbarrière te komen. Wij zijn er klaar voor. 3, 2, 1. Nico, hoeveel is het nou uiteindelijk? 122 decibel. Daarmee staan ze op de allereerste plek. Wauw. Ja, heel gaaf dat jullie mee hebben gedaan met Join Feedback. 7 dagen healthy lifestyle. Maar als ik jullie zie, doen jullie dat volgens mij altijd al. Helemaal te gek. Dankjewel. En wie weet, 8 februari is het zover, jongens. Zorg dat je erbij bent. Het wordt een waanzinnig feest. En misschien zijn jullie wel de allerleukste van heel Nederland.